Hey, toppertjes, Manifestation Junkies. Welkom back bij weer een nieuwe Self-Love Junkies, moet ik misschien even zeggen nu. Oké, opnieuw. Hey, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Willekom podcast. Self-Love Junkies, Manifestation Junkies, toppers, tof dat je er bent. Ik heb een huge focusdag en een huge productief dagje achter de rug. Het is echt, ik verbaas mezelf iedere keer wat je gedaan krijgt op het moment dat het moet. Misschien herken je dit. Ik moest vandaag heel veel doen en vooral omdat ik heel veel dingen moest maken vandaag, moest creëren, af moest hebben, omdat mijn team anders niet verder kan. Dus we hebben vanochtend om 9:15 een meeting gehad, een teammeeting. Vervolgens heb ik de telefoon op vliegtuigmodus gezet. En ik ben echt als een malle gaan creëren vandaag. En dat is, het gaat goed. Het ging top. Het gaat nog steeds top. Ik heb nu even een break om deze podcast op te nemen. Zometeen ga ik even wandelen. Julian naar bed brengen strakjes. En dan vanavond nog verder aan... met het schrijven van de teksten voor de sales page. Ik heb vandaag namelijk de opdrachten afgemaakt voor module 1. Ik heb alle lanceer-e-mails geschreven. Even kijken, wat heb ik nog meer allemaal gedaan? Alle video's geüpload voor module 1. Oh, er is nog zoveel wat aangeleverd moet worden. Het is echt bizar als je dan die doorloop doet met het team. Zo van, oké, even de laatste dingetjes voor de lancering. En dacht, oh fuck, ja, ik moet dit ook nog doen. Oh ja, dat was het inderdaad. Ik ga nu nog eventjes de introductievideo opnemen, introductietekst schrijven. Dat zijn allemaal, weet je, dit nog even, dat nog even. Maar ondertussen is het heel veel. Dus ook voor mij, ja, dit is helemaal niet zielig trouwens. Het is gewoon een gebrek aan een goede planning. Ik ben daar niet zo sterk in. Ik ben heel goed in deadline werk. Dus dat uitzicht vandaag ook weer. Maar het is helemaal oké, want ik doe het daar goed op. En dan ben ik ook mega scherp. Dus dat is in ieder geval mijn dag vandaag. Ik heb zoveel gedaan vandaag. Als ik toch elke dag zo'n dag heb, nou, dan zou ik het dubbele verzetten in een week. Maar het is gewoon helemaal oké. Dit moet er ook gewoon tussen zitten. Dus ja, ik merk dat ik ook heel blij van word en dat het heel vervullend voelt om zoveel gedaan te krijgen. Het is bizar. Ik kreeg vanochtend een update van Dianne, mijn technisch VA. En zij zegt, wil je even een update trouwens voor met betrekking tot de lijsten? Wat bleek nu vanochtend op de wachtlijst voor Self Love Mastery? Stonden vanochtend, en er zijn er vandaag weer bijgekomen, 605 mensen. En voor het Business Mastery Membership waren het er 213, geloof ik dat ze zei. Echt waar, mijn mond viel open toen ik dit hoorde. Echt bizar. Dit is zo fantastisch. Het voelt zo moeiteloos. Het voelt zo aligned allemaal. Ook nu bij het creëren van de training. Het is gewoon de perfect timing. Dit is wat er nu moet zijn. Ik weet dat zoveel mensen erop zitten te wachten. Ik weet dat heel veel mensen het ook gaan ervaren dat de prijs een no-brainer gaat zijn. Dat voelt voor mij ook heel vervullend, omdat ik echt wel dat iedereen die voelt dat hij dit nodig heeft, deze training zichzelf gunt, deze training gaat aanschaffen, prijs geen belemmering laat zijn. Dat hoeft het ook niet te zijn, want ik zei van de eerste keer dat ik dit doe, ga ik hem voor een insane pilot prijs aanbieden. Nou, dat gaat het dus ook gewoon echt worden. En het voelt zo goed. Ik heb er zoveel zin in. Ik kan echt niet wachten tot het woensdagavond is en de deuren open gaan. Ook al is het nu nog heel veel werk, het klopt gewoon allemaal. Je doet het werk met zoveel energie, zoveel passie, zoveel liefde ook in de kern. Omdat ik weet wat het voor mensen kan betekenen. Het is gewoon heel erg lekker. Ik merk dat ik echt een hele goede vibe zit met continue inspiratie. En ja, het stroomt gewoon. En ik denk dat je dat herkent. We hebben allemaal van die fases. Ik heb het nu heel erg. Het zou fantastisch zijn als ik het nog een tijdje vol kan houden. En het is ook weer oké. Ook dit is weer... het floot. En het kan ook weer anders vloeien. En dat is oké. Maar dit is gewoon, het is even lekker een hele fijne fase. Ik heb zoveel zin in woensdag. En vervolgens ook om daarna met een hele toffe groep aan de slag te gaan. Dit wordt echt, echt, echt zo tof. Zo huge. Deze training gaat zoveel impact maken. Omdat ik gewoon heb gemerkt dat mijn kindje, Love Jackson Mastery, en daarvan weer het vervolg, weet je, de Money Mindset Mastery en Weight Loss Mastery. Self-love is voor al die trainingen een heel
groot stuk, een heel groot deel, een heel groot missing piece, zo moet ik het noemen. Een heel groot missing piece, missing link en de sleutel tot succes. Als ik kijk naar vaak de vragen die gesteld worden, waar men dan nog tegenaan loopt, het komt allemaal neer op het stukje niet onvoorwaardelijke zelfliefde voelen. Hoe vaak dit terugkomt in een vraag die je krijgt, het is echt bizar. Dus dat deze training er nu moet zijn, dat is een ding wat zeker is. Ik denk dat de timing perfect is, ook als ik kijk naar mezelf, mijn eigen ontwikkeling, mijn eigen groei, levensfase op dit moment. En wat er speelt. Dus ik hoop het zo ook dat je jezelf het gunt, dat je er zelfreflectie ook hebt van dit is het voor mij ook gewoon en hier mag ik aan werken. En ik ben er gewoon klaar voor om die confrontatie met mezelf aan te gaan. Want ik ga zo meteen namelijk nog een introductie opnemen, waarin ik ook super eerlijk ga zijn. En dit gaat gewoon een reis zijn. En deze reis, die hoort leuk te zijn. Want dit gaat huge groei betekenen. En je weet ook dat huge groei vaak gepaard gaat met enorm jezelf tegenkomen. En dat kan heel confronterend zijn. Maar weet wel dat daar de enorme doorbraken plaatsvinden. En vertrouw op het proces. En vertrouw erop dat dit precies is wat je nodig hebt. Dat je niet voor niets voelt dat je dit wil. Dat dat ook die gidsing is van je inner being. Dat je geleid wordt om dit te doen. En dat het nu aan jou is om door het oncomfortabele heen te gaan. In combinatie met het enthousiasme dat je voelt. Om echt, echt volledig hier doorheen te breken. En daadwerkelijk, want dat is in de kern wat we ook in die training gaan doen. Al die lagen die nu om jou heen zitten. Al die bullshit overtuigingen. Om die er tot in de kern af te gaan halen. Dat jij weer die diamant gaat zijn. Ik zie dat echt zo als een diamant die iedereen in de kern bij een diamant. Iemand die ter wereld komt. Je ziet het bij babytjes. Ik zie het nu nog terug bij mijn eigen zoontje. Die zelfliefde, die onvoorwaardelijke zelfliefde, die is aanwezig. Dat enorme potentieel, die enorme kracht, de hele wereld aankunnen, dat zit er in de kern. Het is niet iets wat je moet ontwikkelen. Het is niet iets wat je moet creëren. Dit is niet iets wat buiten jou ligt. Het is het terugvinden van. En dat is het werk. En een heleboel undo werk als het ware. Een heleboel lagen die eraf gepeld gaan worden. En dat is af en toe fucking confronterend. Ja, dat is ook zo. Maar zo waardevol. Zoveel groei die er ontstaat. En ook, je gaat op zo'n dieper level dan je nu tot nu toe hebt ervaren. De wet van aantrekking kunnen toepassen. Omdat jij op zo'n dieper level tot jezelf komt en echt op dat stukje voelen gaat zitten. En dan is gewoon echt, dat is ook de tekst volgens mij van de introductie van mijn podcast. That is where the magic happens. Maar het is ook echt zo. Alright, dat eventjes dus hoe mijn dag was. Vandaag, het is nu dinsdagochtend als je deze podcast luistert. Vandaag staat ook weer helemaal vol met van alles en nog wat. Ik moet ook de video's maken voor de sales page. Een nieuwe video voor de bedankpagina. Frequently asked questions schrijven, testimonials. Of in ieder geval de juiste screenshots uitzoeken. Nog een aantal mails uitsturen. En vervolgens 's middags beginnen aan de creatie van de video's voor module 2. En daar heb ik ook vet veel zin in. Ah! En dan ook, dan gewoon de algehele dingetjes ook die er altijd plaatsvinden. Een podcast opnemen, de DM's beantwoorden, mails beantwoorden. Dus de week zit sowieso vol. Maar ik kan niet zeggen dat ik het erg vind. Het is helemaal niet zielig. Het is niet... Dat als je dit nu luistert, denk ik van, oh Kim, let je wel op jezelf. Nee, maar dit is helemaal niet aan de orde. Ik lig gewoon op tijd in bed. Ik pak mijn me-time. Ik ga daar wandelen. Hè, dat is ook iets wat ik heel belangrijk vind. Om die non-negotiables aan te houden. Ook iets wat ik je teach in onder andere in Self-Love Mastery. Een van de dingetjes. Maar dan kun je ook echt vet veel aan. En ben je ook trots op jezelf, voelt het gewoon heel goed om zo productief te zijn. Dus dat? Genoeg geluld. In ieder geval, als je deze luistert, is het nog één dag geslapen. En dan gaan de deuren open voor Self-Love Mastery. Hoe vaak ik de vraag heb gekregen, is het al zover? Hoe laat? Nou, woensdagavond, 8 uur bij deze, 23 maart, 8 uur is het zover. Ik hoop dan, en als er nog vragen zijn, hè, dan alsjeblieft let me know. Maar we hebben iets heel tofs bedacht. Er zit sowieso
zitten er hele toffe bonussen ook bij. Als je snel beslist, krijg je alle bonussen. Je gaat het allemaal zien. Ik ga het nog allemaal delen, maar het is heel tof allemaal. En gewoon echt voor een hele vette prijs. Oké, nu ga ik echt mijn mond houden. We gaan over naar de inhoud van de podcast van vandaag. En dat is namelijk een coaching sessie die ik had tijdens het manifestatie event. Het online manifestatie event. Een hele mooie coaching sessie met Lorraine. En hier gaat het over hoe kom je en blijf je in vertrouwen als sales uitblijven als ondernemer. Of als sales nog niet zo snel plaatsvinden als je graag zou willen. En ik denk dat dit heel herkenbaar is voor veel ondernemers. Ik stel me hierin ook kwetsbaar op. Ik deel ook mijn eigen stuk daarin, mijn ervaring uit het verleden. Maar ook op dit moment nog hoe ik me voel tijdens een lancering. Want hè, vaak wordt daar niet over nagedacht dat ik bepaalde dingen ook voel en ook ervaar. Omdat ik misschien een en ander heb opgebouwd al. Ik merk dat mensen toch op een bepaalde manier naar mij kijken. En vaak helpt het als ik ook dit stukje deel. Want It puts things into perspective. Laten we het daarop houden. Ik ga niet te veel verklappen. Ik denk dat het heel erg waardevol is. Als je hier naar gaat luisteren. Open-minded. Laat hem binnenkomen. Ik weet zeker dat er een stuk resoneert. Laat het vooral ook weten. Want dit is inspirerend. En als jij het deelt, zeg maar, help je weer anderen. En degene, ook dikke dankjewel aan degene die gecoacht wordt hier, Lorraine in dit geval. Want haar mate van kwetsbaarheid, of haar mate van kwetsbaarheid en zich kwetsbaar opstellen, maakt dat we echt de diepte in kunnen gaan. Dus Lorraine, nogmaals dankjewel. Ik hoop dat we hier heel veel mensen mee kunnen helpen. Ga lekker luisteren en ik spreek je morgen weer. Doei doei!